Machines kunnen een groot deel van de zware taken overnemen op de werkvloer. Maar niet iedereen kiest om machines te gebruiken. Speciaal Zaak de Klok kiest er bewust voor om de automatisering af te houden. Maar dat betekent niet vanzelf een drukkere job voor de mensen op de werkvloer. Ik heb zeker niet het gevoel dat we hier hard moeten werken. Als iedereen altijd verder werkt met hetgeen dat hij bezig is, is het allemaal oké, feitelijk. We hebben niet veel last van drukke momenten, uitgezonderd met de nieuwjaarsperiode op het einde van het jaar. Dan kan het zo wel een keer druk zijn en dat we ons een keer moeten opjagen, maar dat loopt allemaal wel los, feitelijk. De peperkoekproducent Vondelmolen is daarnaast niet schuw van werken met geautomatiseerde machines. Op zich bekeken is het wel een drukke job, hè? Want je hebt zelf gezien, de machines draaien wel sneller. Bij ons komt het erop neer dat we toch alles aan kunnen. Ik denk zeker dat werkdruk is gestegen door de automatisatie. Vooral omdat geautomatiseerde robots eigenlijk nu het werkritme bepalen. En daardoor het voor mensen moeilijker en moeilijker wordt om dat ritme vol te houden. Variatie op de werkvloer is essentieel om jobs interessant te houden. Ook geautomatiseerde bedrijven houden daar beter rekening mee. Ja. Het is niet zo dat de robots het ritme bepalen. Het zijn de mensen achter de robots die het ritme bepalen. Je kan perfect, net zoals vroeger de lopende band is uitgerold, je hebt de lopende banden waar de mensen op zijn Modern Times, de film van Charlie Chaplin, slaaf waren van de machine, van de band. Je hebt productieprocessen waar het ritme zelf door de werknemers gestuurd wordt. En dat zie je nu ook in de nieuwe toepassingen. Waar je ofwel geef je autonomie, ofwel maak je de mens slaaf van de robot, van de computer en dergelijke meer. Dat zijn maatschappelijke keuzes, dat zijn geen technologische keuzes. Nee, de machines bepalen het ritme niet. Het zijn wij die het ritme bepalen. En dat in samenwerking met onze ploegbazen en het management. Soms zijn er misschien koekriepen die het misschien moeilijk doen, dus dan bespreken we dat en dan passen we de snelheid aan. Ons werktempo wordt hier bepaald door gewoon de bestellingen die we krijgen of door iets dat binnenkomt dat we eerst af moeten en daar houden wij ons, werken wij naartoe voor af te krijgen. Maar wij moeten feitelijk ons nooit opjagen. Dat is wel een grote factor, vind ik. Ik heb veel variatie in mijn job. Ik strik de potjes in. Ik maak advocaat. Ik vul zakjes op. Feitelijk, iedere dag is iets anders en iedere dag heeft een andere variatie van werk. Variatie op de werkvloer is essentieel om jobs interessant te houden. Ook geautomatiseerde bedrijven houden daar beter rekening mee. Het is geen saaie job. Er is voldoende en zeker veel variatie op onze werkkost. Omdat er constant ook nieuwe producten aanwezig zijn en dagelijks nieuwe werkomstandigheden aanwezig zijn. De sleutel naar een gezonde werkdruk ligt niet enkel in het blind automatiseren. Zo zijn er nog zaken waar een bedrijf rekening mee moet houden. Ik denk dat twee zaken heel belangrijk zijn. Ten eerste dat men van in een zo vroeg als mogelijk stadium uit zijn ivoren technologische toren stapt. Ja? En van meet af aan ook met andere experten gaat praten. Ten tweede in een heel vroeg stadium gaan praten met de werknemers. Ja? Wat zijn de uitdagingen? Wat verwachten wij van jullie? Hoe gaan we jullie daarbij helpen? En dat ook werknemers in een zo vroeg mogelijk stadium ook gaan meedenken over die technologie. En het is dat schromelijk wordt verwaarloosd, telkens weer opnieuw. Automatisering kan dus zowel de werkdruk verhogen als verlagen. Het hangt vooral af van de wijze waarop er wordt geautomatiseerd.